Hallo, ik wil even mijn bevindingen van Skinny Love met jullie delen. Ik heet Leslie, ik ben 33 jaar en ik ben de mama van drie kindjes. Ik doe dat ondertussen ook al 3 jaar alleen. Dus dat wil zeggen dat mijn leven gepaard gaat met enorm veel chaos en drukte. In een drukte waarin dat ik mezelf ook heel vaak vergeet. En dan lang verhaal kort maken. Ik ben met Skinny Love gestart omdat ik mij eigenlijk sinds de puberteit al slecht voel in mijn vel. Wat dat wil zeggen dat dat ondertussen toch wel al 20 jaar is. En dat is iets dat de bedoeling niet kan zijn. Ik heb dan vorig jaar een wake-up call gehad doordat ik onder het mes moest. Dat was een kleine ingreep, maar de drama queen in mezelf. Ze heeft toch enorm gevreesd voor hoe het dan verder moest. Moest er iets met mij gebeuren, met de kindjes? Ik moest voor hen leven, dus het was ook geen optie om ongezond te blijven. Daarbij had ik dan een wake-up call 2 dit voorjaar. Een van mijn beste vriendinnen die gaat trouwen en die vroeg of ik bruidsmeisje wou zijn. Supergraag, uiteraard. Maar ik stelde mij direct de vraag, ja. Bruidsmeisje, hoe ga ik in godsnaam iets vinden waarin dat ik mij goed voel, waarin dat wij er leuk uitzien? Ik had daar eigenlijk toch enorm veel stress over. En waarin dat zij wel had gezegd: If you don't look good, I don't look good. Waarmee dat ze eigenlijk wou zeggen: Ik wil gewoon dat je iets vindt waarin dat je goed voelt en waarin dat je je mooi voelt. Maar ik had zoiets van: Ik kan die daar onmogelijk laten trouwen met een bruidsmeisje als mij, hoe dat ik er op dit moment uitzie. Dus er moest iets gaan gebeuren. En ik heb in het verleden van alles geprobeerd. Ik heb een tijd met een diëtiste gewerkt. Ik heb proteïnedieet geprobeerd, waarin dat ik superveel migraine kreeg. Dan ook nog shakes geprobeerd, waarmee dat ik inderdaad wel wat kilo's ben kwijtgeraakt, maar die zijn er ondertussen ook wel weer bij geweest. En ik had dan via een goede vriendin van mij, Lien, leren kennen, die dan al heel mooie resultaten had met Skinny Love. En ik heb dat altijd wel zo'n beetje in mijn achterhoofd gehouden, van oh, misschien moet ik dat toch eens proberen. En dat leek mij toch wel haalbaar, ook gewoon. Dus ik heb van de ene dag op de andere de knoop doorgehakt en ik ben op een zondag begonnen. En ik doe dat ondertussen nu 3 weken en ik ben al meer dan 8 kilo kwijt. En dat heb ik ook gewoon te danken aan het feit dat het gewoon zo gemakkelijk is. Het is zoals Alain zegt met zijn hashtag Keep It Simple. Het is ook gewoon zo. Voor mij brengt dat nu rust in mijn chaos. Gewoon weten, ik moet mijn Skinny Love drinken, ik eet mijn fruit op tijd, ik plan mijn maaltijden in de mate van het mogelijke. En het werkt. Ik heb meer energie, ondanks dat ik er nu moe uitzie. Maar ik heb echt veel meer energie. Ik voel mij ook veel beter en ik sta er gewoon heel veel positiever tegenover. Tegenover het hele sporten en fruit eten. Want ik at ook gewoon geen fruit meer. Ik denk nu terug aan mezelf. En het werkt. Mijn 8 kilo bewijst dat. Dus ik kan het alleen maar aanraden aan iedereen die zich niet goed in zijn vel voelt of die energie nodig heeft of door het leven gaan met spierpijnen of weet ik veel andere pijnen. Het is echt aan te raden.